Heeft u enig idee wat dit is? En dit? Of dit? Het lijkt alsof de schilderijen achterstevoren staan, maar dat is juist de bedoeling. Het zijn de achterkanten van de meest beroemde schilderijen ter wereld. Verso's heten ze en ze zijn gemaakt door de Braziliaanse kunstenaar Fik Muniz. Het idee ontstaat bij hem 15 jaar geleden, als hij in New York door het Guggenheim Museum rondloopt. They were rehanging a show and the room looked pretty much like this. And I remember looking at a painting and saying like, oh, is this that painting? And the person, the director of the museum said, yeah, it is. I felt really privileged to be in the presence of something that nobody ever sees. It was like seeing somebody naked, you know, that you knew very well. En dus maakt hij de achterkant na van bijvoorbeeld Vincent van Gogh's Sterrennacht of de Mona Lisa. Voor het Mauritshuis een compleet andere tentoonstelling dan ze ooit in huis hebben gehad. Maar wij willen met iedere tentoonstelling een frisse blik werpen, een verrassende inzicht geven in hoe die schilderijen eigenlijk tot stand zijn gekomen of wat je daar ziet. Het proces van het maken van één enkele achterkant, tot in de kleinste details aan toe, kost maanden aan werk. Maar dat laat volgens Muniz wel wat zien. The front is always the same. It's supposed to stay like that. But for it to stay like that, you need the back to be always updating itself. It has to be well treated. The back is what makes the front be what it is.